Beste inwoners van Harrikstad-Giessendam, hoop doet leven. 2020 zal in de geheugens gegrift blijven van onze generatie. Een ongekende herinrichting van onze samenleving door maatregelen die wij ons nooit hadden voor kunnen stellen. Een onzichtbaar virus heeft ons land en de wereld vrijwel het gehele jaar in de tang gehouden en zo het dagelijks leven van ons allen beïnvloed. Door de zorgmedewerkers is en wordt wederom een bijzonder bovenmenselijke prestatie geleverd. Door hun zorg voor de vele slachtoffers van het coronavirus. Maar ook door de strijd die ze leveren om levens te redden. Een strijd die zij niet altijd winnen. In Harrikstad-Giessendam zijn inmiddels meer dan 1200 mensen besmet. En zijn 8 personen, mede ten gevolge van corona, overleden. Deze ernstige cijfers onderschrijven het belang van de maatregelen. En dat ze ook voorlopig door zullen blijven gaan. We moeten dat volhouden. Hoop op betere tijden en uitzicht op versoepeling is er wel, doordat er nu gestart is met de vaccinaties. Ik hoop en wens dat het bedwingen van het virus en het weer op gang komen van de samenleving de belangrijkste herinnering wordt aan 2021. Hoop doet leven. In crisistijd komen er ook altijd mooie dingen tot stand. Zo ook het afgelopen jaar. Hoeveel spontaan ontstaande initiatieven zijn er niet geweest? Het omzien naar elkaar 3.0. Buren, families, bekenden, organisaties, verenigingen, kerken, ondernemers hebben zich op vele manieren van hun beste kant laten zien. Laten we proberen dit vast te houden in 2021. Vergeet niet dat achter al die mooie initiatieven ook veel leed en verdriet zit bij talloze ondernemers. Er is een enorm gat geslagen in de financiële reserves en de mogelijkheden van de sectoren die normaal gesproken zorgen voor vertier, ontspanning en de feestelijke evenementen. Het zijn die mensen die ervoor zorgen dat anderen een leukere tijd hebben, een gezellige avond beleven of genieten van een met liefde bereide maaltijd. Laten wij niet vergeten en opzoeken zodra dat weer kan. Geef hen ook hoop op zakelijk herstel. Want hoop doet leven. Het komend jaar willen we in Harrikstad-Giessendam ook meer aandacht genereren voor pesten. Afgelopen jaar maakte Marianne Vlameling een einde aan haar leven. Jarenlang pesten zorgde ervoor dat zij geen andere uitweg meer zag. Tijdens de stille tocht, die door familie en vrienden georganiseerd was, hebben we ook stilgestaan bij het thema pesten. En in de Prins Bernhardstraat, tegenover het Nassauplein, is de eerste stoeptegel met een lief heersbeestje geplaatst. Deze stoeptegel staat symbool tegen pesten. Pesten moet stoppen, ook in Harrikstad-Giessendam. Verder hopen we in 2021 te kunnen bouwen. Bouwen aan een gezonde en sterke gemeentelijke organisatie. Die klaar staat voor u als inwoner of ondernemer. En die ook is voorbereid op de toekomst. Het takenpakket voor de gemeente wordt er over het algemeen niet eenvoudiger op. Als kleine gemeente moeten we daarom blijven investeren in onze medewerkers. En dan nog kunnen we het niet alleen. Regionale samenwerking is daarom van cruciaal belang. Binnen de Drechtsteden en de Albertswaard-Verveerderlanden hebben we die samenwerking georganiseerd. Het komend jaar zal gewerkt worden aan het eenvoudiger, efficiënter en effectiever maken van die samenwerking. En ik heb goede hoop dat dat gaat lukken. Harrikstad-Giessendammers. We staan hier bij ons mooie zwembad, de Duikelaar, en ik wil u graag meenemen naar de toekomstige plannen. Loopt u even mee? Afgelopen zomer heeft u meegedaan aan het onderzoek naar de wensen en de behoeften voor een nieuw buitenbad. Heel veel inwoners hebben daar gelukkig aan meegedaan. En ik kan u vertellen, een nieuw buitenbad, daar gaan we voor in 2021. We gaan de komende tijd aan de slag met het onderzoek. Er worden plannen opgesteld met betrekking tot het bad en de omliggende omgeving. Waar moet het nu aan voldoen, wat uit ook het onderzoek is gebleken? En er moet natuurlijk vormgeving plaatsvinden van het nieuwe buitenbad en de aangrenzende eventueel kantoren of units. Nog even geduld dus.
Maar het wordt echt heel gaaf. In Hardingsveld-Giessendam is het nu al goed recreëren en wonen. En dat wordt alleen maar beter. En daar doen we het voor. Wonen, hoor ik u zeggen, ga dan eens maar eens bouwen. En dat gaan we doen. In de toekomst, hier in het oog, komen hele mooie woningen te staan. En ik gun een ieder veel woongeluk. En speciaal om onze woningmarkt te steunen, zijn we Woningmakers in Hardingsveld-Giessendam gestart. Woningmakers is een samenwerking tussen de verschillende bouwers en onze corporatie Fien Wonen met de gemeente. Op dit moment bestaat het uit 10 bedrijven en organisaties. Het doel van woningmakers is door samen te werken de woningbouw in ons mooie dorp te versnellen, maar vooral om de bouw op gang te houden. Wanneer plan A bijvoorbeeld vertraging oploopt, dan kijken we of plan B naar voren kan komen. En zoeken we een oplossing voor het andere probleem. Zo komt de bouw niet stil te liggen, maar kan er gewoon doorgewerkt worden. En we kijken niet alleen naar de lopende plannen, maar ook naar de toekomst. Welke plannen liggen er op de plank en worden er genoeg verschillende soorten woningen gebouwd? Bouwen doen we dus samen. We willen huizen bouwen voor starters, maar ook voor doorstromers. En daarnaast moeten er natuurlijk ook voldoende aanbod zijn voor sociale huurwoningen. Er is ook aandacht voor speciale projecten, zoals onze crisiswoning. Afgelopen zomer kreeg ik daar geheel in coronastijl de sleutel van Fien Wonen. Zo kwam er een goede plek voor mensen die even een time-out nodig hebben, maar hierdoor gewoon in Hardingsveld kunnen blijven, dicht bij thuis. Hardingsveld-Giessendam groeit nog steeds. En dat is alleen maar goed. Het is een gezamenlijke klus om ervoor te zorgen dat iedereen een geschikte woning krijgt in zijn eigen geboortedorp. Beste Hardingsveld-Giessendammers, ik neem jullie graag mee in een aantal stappen die we hebben gezet op weg naar een duurzaam Hardingsveld-Giessendam. Maar ook een aantal stappen die we dit jaar willen gaan zetten. En ik hoop dat we daarbij minder last hebben van de gevolgen van de coronacrisis dan vorig jaar. De Drechtstedengemeente en partners zoals Stedin en de provincie Zuid-Holland werken samen aan de regionale energiestrategie, de RES. Daar gaan we dit jaar mee verder. Met de RES zien we waar de kansen en uitdagingen liggen voor onze gemeente op weg naar een samenleving op duurzame energie. De Raadswerkgroep Duurzaamheid is bij dit alles een klankbord voor ons. Afgelopen jaar was een van die kansen de aftrap van de transitievisie warmte. Hoe en wanneer gaan we van het aardgas af? Via online bijeenkomsten en enquêtes zagen we dat Hardingsveld-Giessendam graag meedenkt. De eerste bijeenkomst was echt goed bezocht en de opbrengst bij de enquête is groot. Dit jaar gaan we hiermee verder. Een mooie stap richting de duurzaamheid in 2020 was een succesvolle actie met gratis waardebonnen voor huiseigenaren om kleine energiebesparende maatregelen te nemen. De actie krijgt een vervolg in 2021. Ook op gemeentelijke gebouwen komen zonnepanelen. Binnenkort op de gemeentewerkplaats. Daarna hopen we ze ook op het zwembad en het gemeentehuis te gaan leggen. Ook bedrijven zijn al volop aan de slag met verduurzaming. Ons bedrijventerrein Nieuweweg wordt snel duurzamer en is daardoor een voorbeeld voor Hardingsveld-Giessendam, maar zeker ook daarbuiten. Over bedrijven gesproken. Ik hoef u niet te vertellen dat veel ondernemers het moeilijk hebben door corona. De ondernemers van Hardingsveld-Giessendam verdienen daarom onze aandacht in 2021. Ondernemers voor elkaar en met elkaar is het motto van onze Hardingsveld-Giessendamse ondernemers. Dat lieten ze afgelopen november tijdens een mooie actie van lokale ondernemers, MKB Nederland en de gemeente zien tijdens de Dag van de Ondernemer. Dat hart onder de riem in een zeer moeilijke periode werd zichtbaar gewaardeerd. Als wethouder ondersteun ik zulke acties graag. Ondernemers voor elkaar en met elkaar, of eigenlijk Hardingsveld-Giessendam voor elkaar en met elkaar. Laat ook dit jaar uw motto zijn bij uw aankopen, koop lokaal. Ik dank u voor uw aandacht. Beste Hardingsveld-Giessendammers, de coronapandemie heeft haar sporen getrokken in de samenleving, soms hele diepe sporen.
En ook het onderwijs is er dit jaar door getroffen. Ik mag portefeuillehouder onderwijs zijn en ben er ook nauw bij betrokken geweest dat het onderwijs dit heeft opgevangen. Van de een op de andere dag moesten scholen sluiten, moest er een andere manier van lesgeven gevonden worden. En ik heb grote bewondering voor de wijze waarop dat door het onderwijsveld is gedaan. Ook grote bewondering voor de ouders die ineens ook een taak thuis kregen. Werden juf, werden meester, naast de andere taken die ze hadden als thuiswerken. Heel ingewikkeld allemaal. Maar uit de contacten met de scholen is me toch gebleven, ik heb ze allemaal nagebeld, dat ze dat zeer goed doorstaan hebben, dat alle creativiteit naar boven is gekomen, veel saamhorigheid over, ook ongedachte kwaliteiten. En wat me het meest bijgebleven is, is de opmerking die de meester maakte, wat we het meeste gemist hebben, zijn de kinderen zelf. Het contact met de kinderen, en dan zie je toch waar het hart van het onderwijs ligt. En dat belooft veel goeds voor de toekomst. Nadat ik heb teruggeblikt op het voorbijgeleden jaar, de wijze waarop het onderwijs is omgegaan met de coronapandemie, wil ik ook vooruitblikken op het nieuwe jaar. Het is de bedoeling dat we ons bezig gaan houden met de omgevingswet, de omgevingsvisie, daar zijn we al mee bezig. Het is een wet die op 1 januari 2022 ingaat en het jaar 2021 bereiden we ons daarop voor. We zijn er al mee bezig binnen het gemeentehuis. We gaan juist de samenleving in om samen met u te kijken hoe moet ons dorp er in de toekomst uitzien. De wet beoogt een vergemakkelijking. 26 wetten worden samengevat in één nieuwe wet. Anderzijds gaan we dat ook anders beoordelen. In de oude situatie keken we naar de plannen van het kan niet, tenzij u aan alle voorwaarden voldoet. In de nieuwe plannen kijken we juist van de andere kant en zeggen we het kan, mits er verhinderingen zijn. En het mooie van de nieuwe manier van kijken is dat we ook echt moeten zien van zijn die verhinderingen er ook. En zijn ze er niet, dan mag het plaatsvinden. Daar moeten we wel een visie hebben op het gebied. En die visie gaan we met elkaar ontwikkelen. Dat alles moet ondersteund worden door een digitaal stelsel. Een digitale omgeving waarin u heel gemakkelijk kan raadplegen wat er kan en wat er niet kan. En zo proberen we met elkaar de toekomst een stuk gemakkelijker te maken wat betreft het inrichten en het bebouwen van de ruimtelijke omgeving. Ik sluit af met een gedicht, vrij vertaald, van Ina Di Rocco. Hopen is als dromen. Je ogen sluiten. Je laten drijven naar de toekomst. Die gaat komen. Hopen is als dansen. Al is het op je tenen. Grijpen naar die mooie ballon. Vol hernieuwde kansen. Hoop laat je op wolken drijven. Om zo, als Harrings van Giessendam, onze eigen hernieuwde toekomst te schrijven. Beste inwoners, namens het college en de gemeenteraad van Harrings van Giessendam wens ik u voor 2021 gezondheid en hoop op een hernieuwde toekomst. Dank u wel.